De enige niet klimmer binnen de ploeg die de berg eraf pakt. Dat moet een leuke binnenkomen zijn straks. Ja, zeker. Nou ja, ze zeiden net al bij die interview bij de Vuelta. Van den Berg, de La Montagna. Dus nee, supermooi dat ik... Dat ik deze berg trui, inderdaad, ja, er zijn niet veel kansen voor mij als niet-klimmer. En dat ik die hier dan kan pakken, dat is supermooi. Wat ze net ook zeiden, wat Magnus in de Tour heeft gedaan, nou, heb ik hier een beetje nagedaan. En op dag 2 ging die de hele dag solo aan in de aanval. Ga jij dat dan morgen ook doen? Ja, ik hoop dat er nog een paar ook mee willen. Dat is toch altijd wel iets lekkerder. Maar ja, ik heb er morgen ook wel zin in, zeker. Ja, er is nog bergpunt niet ver van je nieuwe woonplaats te pakken. Hebben die nou ook gelijk op je radar staan? Zeker, ja. Nee, als je in de trui in de kopgroep zit, dan wil je voor die punten, voor dat punt natuurlijk ook gaan. Ja, wanneer is dit hele plan gaan spelen om vandaag voor die berg eruit te gaan? Nou ja, in mijn hoofd zag ik het al wel een aantal keer door mijn hoofd schieten. Maar ik heb het eigenlijk nooit echt durven uitspreken, omdat ik eigenlijk als enige niet-klimmer eigenlijk man voor het vlak in deze ploeg zit. Dus ik denk, ja, ik ben hier voor mijn team, ik ben hier in principe niet voor mezelf, dus... Ik wilde gewoon het team ondersteunen, maar gelukkig dacht de ploegleiding daar anders over. En die zeiden, laten we hetzelfde doen wat Magnus deed in de Tour en laten we dat proberen. En nou ja, daar was ik super blij mee. En ik werd gelijk zenuwachtig, maar gelukkig is het gelukt. Ja, dat mooi in Nederland, morgen nog een dag in de bergtrui. Ja, zeker. Dat is nou ja, door inderdaad waar, de plaats waar ik woon, dus dat is echt super mooi. Geniet ervan, dankjewel.